willen de wereld laten zien wat er mogelijk is. Samen de jobs van later invullen. Ik hoor bijna niemand zeggen, oh, ik wil later een 9-to-5 hebben. Deze idee is nu groot aan het worden. Ik ben Andreas, ik ben 20 jaar, ik woon in Leuven al heel mijn leven. Ik ga naar school in Brussel, ik studeer daar vrije kunsten. Moeten we een echte job hebben daarbuiten, zou je geen leerkracht worden, hoor ik heel vaak. Maar de jongere generatie is echt niet bezig met oh, je moet een kantoorjob hebben, maar je kunt gewoon je eigen ding doen. Ik denk dat we het alle twee wel hebben meegemaakt, hebben zo de vraag gekregen van ja, wat gaat je daar dan later eigenlijk mee doen of kun je daar wel iets mee doen? Het is geen hobby hè, en het is geen banaal iets. Hè. Het is wel iets dat ook serieus genomen moet worden. Allee, we zitten in het stadhuis, we hebben een expo, er komen andere mensen naar kijken. De vraag is natuurlijk, wat stel je tentoon in het stadhuis van Leuven? Ik heb nu een jaar lang kranten verzameld met het idee van ik kan ja, al die bullshit eens gebruiken voor een werk. Zo heb ik een werk waar ik 3 vuilzakken heb ingegipst en die beantwoorden voor mij de vraag hoe ik mij voel tegenwoordig als jongere in de maatschappij. Namelijk qua ja, bij het vuil gezet door de hogere mensen in deze maatschappij en de politiekers die het klimaat ook bijvoorbeeld helemaal negeren en zo. Ik wil graag mode gaan studeren, maar mode school hebben mij niet toegelaten, dus ja, dan kun je dat niet studeren. Dus ben ik dan nu zo een beetje aan het zien hoe dat ik het ga doen. In het begin, toen ze mij afgewezen hadden op een modeschool, dacht ik echt van, ik kan het niet. Heb ik misschien 2 maanden mijn stickmachine niet aangeraakt, wat veel is voor mij. Maar ja, dan besef ik nu wel van eigenlijk, dat is maar iemand dat je daarop afkeurt, dat wil niet zeggen dat je het niet kunt. Dat was zo leuk om uiteindelijk mijn werk op mijn modellen te zien van oké, zo gaat het zijn. Ja, dat gaf echt voldoening. Voor mij is dat ontspannen eigenlijk. Allee, dat is werken, maar ook tegelijkertijd ontspannen. En even als ik aan dat stikmachine zit, is dat echt gewoon aan niks denken en gewoon stikken. Mijn collectie gaat dus eigenlijk over druk. Nu zelf momenteel ervaar ik heel veel druk. Dus ik ben nu handelsingenieur. Tegelijk met dit project ben ik dus aan het coördineren. Dus dat betekent dat ik een beetje aan het kijken ben of alles goed is. En dan ben ik ook in de board van fashion van dit project. Dat was haalbaar totdat ik zelf aan deze collectie moest werken fysiek. En dan was het wel echt een beetje crazy. Wat ik bij mezelf eigenlijk zie is dus zeg maar de ene helft van mij door de druk bloeit die open. Maar de andere helft van mij zeg maar onder druk. Eigenlijk sluit je zich eigenlijk helemaal af. Het is sowieso mijn doel om zeg maar de beste te zijn.
van de fashion performances of van de shows. Hè. Maar ik mag sowieso niet competen, want het is sowieso niet goed om dingen te vergelijken omdat alles zijn identieke zelf is. En omdat je gewoon sowieso trots moet zijn op alles wat je maakt en wat je gaat maken en wie je bent. Maar ik smaak streef wel naar professionaliteit op mijn eigen manier. Onze rol in het team is vooral het ruimtelijk invullen van het stadhuis. En wij zijn vooral bezig met hoe kunnen wij voor één dag daar een heel aangename speelse ruimte aan maken. Hoe willen wij dat, ja, hoe zien wij dat? Daar hebben we heel veel over gebrainstormd. We zijn tribunes aan het ontwerpen. En we zijn vooral daarmee bezig met ja, materiaal dat we kunnen vinden dat al gebruikt is. We zijn heel veel bezig met sustainability. We proberen geen nieuwe dingen aan te kopen. En anderzijds zijn we dan bezig met een inflatable. Dat dan eigenlijk als afdak kan dienen. Het is een beetje als een sprongstuk eigenlijk, zou ik zeggen. Omdat je dat ook van ver gaat kunnen zien. Voor ons is dat ook een verrassing hoe het eindstand er gaat uitzien. Omdat je hele ontwerpproces, dat maakt heel de tijd veranderingen mee. En uiteindelijk, op de dag zelf, gaan er sowieso dingen anders zijn gelopen dan we hadden voorspeld. Dus het is ook spannend voor ons. Ik heb eigenlijk veel ideeën. Maar ik ben ook vooral nog een beetje aan het uitzoeken. Wat vind ik allemaal leuk? Wat wil ik echt doen later? Mijn droom nog steeds een beetje is om verder te doen wat ik nu doe, maar dat echt als mijn job te kunnen doen. Dus ik zou heel graag meer scenografieën willen doen of meer tijdelijke installaties. Dat is iets wat ik heel graag wil doen, maar het is niet altijd makkelijk om mijn plaats te vinden in die architectenwereld. VZW Erod, dat is een jongerenwerking en wij komen een beetje in hun naam eigenlijk. Wij waren jongeren in moeilijkheden of we hadden vrienden die in moeilijkheden waren. En we zijn zo'n echte familie geworden hier in Leuven en we proberen dat een beetje met iedereen te delen. Ik heb het niet altijd gemakkelijk gehad. Ik kom ook uit een familie die het ook niet altijd gemakkelijk heeft gehad. Ik ben ook een kind die geadopteerd is geweest en helaas na een tijdje een beetje verwaarloosd. Dus sinds mijn 15 zorg ik meer voor mezelf eigenlijk. Ik ben een tijdje dakloos geweest, ik zal het zo zeggen. Dus na mijn studies heb ik het heel moeilijk gehad, waardoor ik in verschillende VZW's terecht ben gekomen. Dus ik ben als vrijwillig eigenlijk naar daar gegaan om te zien van wat kunnen jullie voor mij betekenen. En eindstand kon ik zelf ook heel veel voor die mensen betekenen. Ik ben geboren in Irak en ik ben op mijn 5 jaar naar hier gekomen. En dus ik ben hier echt opgegroeid. We zijn terug verhuisd naar Irak in 2016. Dat was het wel even moeilijk, want ja, je verlaat alles hier, je studies, je vrienden, en gaat terug naar Irak, waar je ook gezien wordt als een buitenlander daar. Maar toen ik naar daar ben gegaan en terugkwam, mijn beeld was veranderd. Dan, wat ik daar zag, ik kwam mensen helpen. Sommige mensen hadden niet eens eten om hun vasten te verbreken. En dat deed me pijn, dus sinds dat ik terugkwam, mijn doel was altijd gewoon hard werken en mensen die minder dan mij hebben te helpen. Dan gaan mensen zien van, oké, als hij het kan, kan ik het ook. Dan kan ik misschien mensen motiveren. En misschien met die project kan ik misschien meerdere projecten doen. We zijn heel blij om dit te doen. En ja, het heeft een beetje ons leven veranderd ook. Ik ben terug meer sociaal. Ik kom terug meer buiten. Ik deel meer terug. Ik ga terug om met oude vrienden. Ik heb die jongen daarvoor
een jaar en een half niet gezien. Voilà. We doen niet een feestje. Nee, we doen niet een feestje. We proberen echt een ervaring te creëren, een community te creëren. Ja. Je komt daaraan en je bent vergeten dat dat een hip-hop event is. Je wordt die artiest en die is goed en die past en dat is hip-hop. Mijn opleiding is ook wel gebonden aan wat ik doe, want ik doe project en business management. Maar ik denk dat ik meer leer uit wat ik aan het doen ben dan uit mijn opleiding. Connecties maken, netwerken, met mensen omgaan, dingen voor elkaar krijgen, zeg maar, met de weinige middelen die je hebt. Dat is ook waar wij wekelijks discussies over hebben. Ja. Want we zijn student en we zijn dit aan het doen en we willen dit laten lukken. Dan vragen wij ons ook soms af, we zijn het nu al aan het doen met kennis die we niet hebben gehad uit onderwijs, dus waarom zouden we dat dan nodig hebben? Ik voel daar wel een druk van eigenlijk, van die artiesten. Want zij hebben al zoveel jaar ervaring, ze hebben al zoveel evenementen gedaan. Ik wil daar eigenlijk wel gewoon uitschieten. Van, ik wil eigenlijk wel dat zij ons herinneren van Future Fusion, dat was super aan. Ik heb vaak van mensen die mij vragen, ja, voor wat is dat allemaal nodig? Al die dingen. Maar ja, gewoon omdat wij dat kunnen. Ik heb het van mij afgezet om niet een bachelor of een master te gaan halen en mij erover gezet, omdat het uiteindelijk de praktijk is dat ik moet kunnen. Iedereen hier is dus met heel veel creatieve dingen bezig en wij doen dat eigenlijk allemaal op vrijwillige basis. Maar ik denk dat veel mensen misschien wel de link missen met hoe kan je deze dingen eigenlijk omvormen tot je echte job. Ik denk dat onze generatie veel meer samenwerkt dan vroeger. En ik denk dat ook toekomstgericht naar jobs en zo, dat ook zo gaat zijn. We gaan veel meer moeten samenwerken. Alles eigenlijk al wat ik wil doen in mijn leven, heb ik eigenlijk mooi opgeschreven. En dan vanaf dan gaan we crazy dingen doen.